Goedenavond, dames en heren. De zeer beroemde Nederlander waarvan we vanavond de klasgenoten bij elkaar hebben, is een fel omstreden figuur. De een verkettert hem, de andere noemt hem een geniale gek. Volgens velen is hij onze grootste nu levende schrijver. Zijn wortels liggen hier in de Amsterdamse wijk de Watergraafsmeer. Ruim 50 jaar geleden zat hij op deze Rozenburgschool, te midden van jongens en meisjes die hem toen al een beetje apart vonden. Wie die is, dat zien we zo meteen. Maar dit waren zijn klasgenootjes uit het schooljaar 1934-1935. Toen waren ze 10 jaar, deze mensen. En hun leven moest nog beginnen. Nu zijn ze aan de pensioenleeftijd toe. Wat was het voor een school? Ik heb het altijd wel echt als een leuke school meegemaakt. Het was natuurlijk wel een beetje streng, zoals je dat in die tijd had, leraren. Maar och, op zich vond ik het toch wel fijn. Ja. Ja, de buurt, Watergraafsmeer heb ik net gezegd. Betondorp, hè, zeg je eigenlijk, hè, in Amsterdam. Was dat voor een buurt toen? Een fijne buurt, als kinderen tenminste. Ideaal eigenlijk, kun je wel zeggen. Het was een autoloze omgeving. Maar er was toch wel verkeer? Wel wat verkeer, maar dat waren alleen de bussen. Dat was tegen gemotoriseerde verkeer alleen. En paarden en wagens, hè? Nee, zo oud zijn we. Paarden. Schillerman had wel. De gemeentebus. De gemeentebus, maar. En de Goosje. De Goosje bus, ja. Meneer de Ridder, Armoe, 1934. Was dat er al bij? Niet altijd, zo nu en dan. Wat was uw vader bijvoorbeeld? Mijn vader was schildersknecht. En het gebeurde dus regelmatig dat hij maanden, soms een half jaar zonder werk was. En dan was het inderdaad niet al te dik. Hè? En nou ja, dat was dan meestal elke dag stempelen. Waar ik vaak mee geweest ben ook. En het was niet vlak naast de deur als hij stempeltje moest halen. Want het was uit Betondorp vandaan in de omgeving van het Frederiksplein. En daar moest hij dan te voet heen om te stempelen. En dan kwam er elke week van de steun dan 10, 11 gulden thuis. Mm-hmm. En daar ging dan 3,5, 4 gulden huur vanaf. Nou, de rest was dan voor het gezin. Maar dat was dan de thuissituatie. Ja. In tegenstelling tot de buitensituatie, dat was ideaal. Ja. Als kind had je daar een ideale speelplaats. Het hele dorp was voor de kinderen. Zou je kunnen zeggen, je was arm, maar toch gelukkig als kind? Ik zou graag terug, als het zou kunnen, zou ik het precies weer terug willen. Ja, niet die armoede misschien, maar wel de vrijheid die je als kinderen had in dat dorp. Want je speelde in het hele dorp. Ja, het dorp was gewoon voor de kinderen. Ja, dat ook al je vriendjes. Je voetbalde met elkaar en je ging het dorp. Paula Nering, herinnert u zich de paarden? Ja, van de melkboer en de schillerman. En... Ja hoor. Herinnert u zich de paarden vijgen? Ja ook. Ja hoor. Weet u nog wat de jongen die daar straks komt te zitten... Ja. Wat hij ermee deed? Gerard had toen een karretje gemaakt met twee wielen van een kinderwagen en daar een plank op. En daarop had hij een wasketel en dan moesten zijn vriendjes de paardenvijgen gaan zoeken en opvegen in die ketel. En daar werd water bij gedaan en een lekkere drap van gemaakt. En dat goot hij uit over een tuintje wat hij had. En daarin planten die bosjooltjes, tenminste de zaadjes, en worteltjes. En als het nou voorjaar was, dan gaf hij de buurvrouwen een bosje bosjooltjes, want die roken nou zo lekker. Uitstrom. En de meisjes hoofdzakelijk kregen de worteltjes, ook uit de... En dan had hij lol om. En dan had hij lol om. Ja, ja. Dat was Gerard. Nico Oosting, wat deden jullie in de buurt? Er is gezegd, we speelden heerlijk. Wat speelde u bijvoorbeeld? Voetballen, koppen, hè, voor het schoolplein, naven ingooien. Het is de buurt van Cruijff ook, hè? Ja, dit was de man van Cruijff, ja. Deed onze hoofdpersoon mee aan voetballen? Nou, niet dat ik herinner, maar ik geloof het niet. Nee. Nee? Nee, die was altijd een beetje apart, dacht ik. Ik vraag zo in het algemeen aan jullie. Als je terugdenkt aan die tijd, wat was de hoofdpersoon, noem ik hem maar even, hè? Wat was het voor een jongen? Ik wist dat. Toen al dat er iets anders met hem was, dat hij anders was dan andere jongens. Want de jongens pesten hem altijd. En de jongens die hebben hem altijd aan lantaarnpalen vastgebonden en dergelijke. Ja? En later wist ik precies waarom.
Nou, maar hij ziet er verder goed uit, hoor. Ik weet het niet, hoor. Ja. Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet. Nee, nou, dan moet u maar kijken, want hij komt nu binnen. Ja. Hij is al bij u in de klas, Gerard Reven. Ze zijn allemaal sprakeloos. Dag, jongens. Ga zitten, hier, alsjeblieft. Ja, nou, herken ik hem wel. Herkent u hem weer? Ja. Nee, je moet gewoon op de stoel gaan zitten. Ja. Doe maar wat, hoor. Wat herinner jij je van dat betondorp? Ze zeggen allemaal, je kon er lekker spelen. Het was een lekkere buurt toen wij klein waren. Nou, als je het objectief bekijkt, dus de sociale woningbouw van die tijd, het woongerief, de ruimte, het groen en alles en nog wat te spelen, de speelruimte, was het werkelijk iets heel progressiefs, iets heel groots. Het werd allemaal gekleurd door, ja, bepaalde ervaringen van mijn jeugd. En ik was, geloof ik, een beetje psychisch gestoord kind. Ik geloof dat ik een jeugdneurose had of iets dergelijks, zoals dat tegenwoordig heet. Maar ik zag alles met beklemming, met een bepaalde angst eigenlijk. Maar veel andere mensen die erop gegroeid zijn, en waarschijnlijk terecht, die zeggen, nou, het was niet zo'n gekke buurt om te wonen. Het was geen buurt van verval, weet ik veel. Het was allemaal erg keurig. Weet jij nog wat je met de paardenvijgen deed? Nou, ja. Iets harder. Ja, die werden voor nuttige doeleinden aangewend. Ik geloof dat ik daar iets prut van maakte of zoiets. En dat distribueerde of daaruit nieuw leven verwekte. Ik weet niet precies. Nee. Maar vijgen, die werden erg goed gebruikt. Kijk, lagen geen natuurstenen voor het grijpen om die door open ramen binnen te werpen. Maar die paardenvijgen leenden zich daar zeer goed voor. En een buurjongen, die ook erg geïnteresseerd was in paardenvijgen, ik zeg het niet wat in zijn naam, want misschien werd hij bij het ministerie van Volksgezondheid of zoiets. Maar die eigenaardige, zogenaamde achtergebleven jongen, die later gewoon een gezonde jongen is geworden, maar die liep tot zijn derde of zijn vierde jaar op handen en voeten als een dier. En kon dus komst aan door een soort geloei. En die at met smaak paardenvijgen. Nou is het ook niet schadelijk, geloof ik, omdat uitwerpselen van planteneters zijn heel schoon eigenlijk. Gerard, herken jij nog klasgenoten die toen jongens en meisjes van 10 jaar waren? Deze meneer is hetzelfde gebleven. Ja, maar hem herken ik wel. Ja, is wel. Paardenvijgen. Chris. Ja, de ridder. Ja. Chris de ridder, twijfel ik, ja. Ja, we zijn ook altijd met elkaar opgetrokken. En is dat niet Paula? Ja. De dochter van de tandarts? Ja. Moeilijk, hè? 50 jaar geleden. Ja. Ik vind het zelf ook heel moeilijk. Ja, 6 jaar bij. Paula Nering? Ja, je ziet er nog één volgens mij. Nou, zeg het eens. Is dat Truusje? Guusje. Ja. Guusje Dronselaar. Guusje Kronselaar. Kronselaar, ja. Ja, dat is eigenlijk een gelijkenis nog, hoor. Ja. En wie is nou Tjeerd, die in de Veteltstraat woonde? Tjeerd Helmens of Helmers? Tjeerd Helmens. Ja, niet in de Veteltstraat, hoor. In de Tabakstraat. Ik kan nog een merkwaardig verhaal vertellen over... Nee. Nou, het is een heel zonderling verhaal. Het heeft diepe indruk op me gemaakt. We gingen op een schoolreisje. Dat heette dan een dag uit met een bus, weet je wel, met een autobus. En naderhand verbreidde zich het gerucht dat Truusje... Guusje Dronselaar en Tjeerd Helmers met elkaar bepaalde handelingen hadden gedaan. Die ik niet nader noem, want er zijn kinderen bij. Ik begreep van het hele verhaal niets. Nee. Ik was 9 jaar, 10 jaar en ik wist nergens wat vanaf. Ik wist alleen maar dat een bepaald deel van mijn lichaam wel eens door emoties groter werd. Maar verder wist ik niets. Dus ik vond het een heel merkwaardig verhaal. Ik snapte ook niet waar het op sloeg. Maar de volgende dag hield juffrouw Kers, die u zich wel zult herinneren, heel lieve, bedeesde, beetje nerveuze schooljuffrouw van 3, 24, misschien heel jong.
Die hield blozend en hakkelend een soort redevoering over het hele onderwerp. En die zei dat het absoluut niet waar was, dat gerucht. En als het wel waar was, dan zouden Guusje en Tjeerd heel erg ziek zijn geworden. Dus wel een beetje vooruitziende blik, hè? 52 jaar eerder. Ja, ja, ja. Maar het illustreert toch een bepaald eigenaardig puritanisme. Hè? Van die tijd, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. Guusje herinnert zich, Guusje Konselaar, dat Gerard gepest werd, hè? Ja, de jongens die pesten Gerard. Maar ik kon Gerard nooit helpen, omdat de jongens altijd door me heen zaten. U had hem wel willen helpen? Ja. U vond hem lief? Wel, dat zou ik niet zeggen, nee. Maar... U klinkt een beetje Engels. Ik denk een klein beetje Engels, ja. Ik zit al 40 jaar in Engeland, dus... U bent met een Engelsman getrouwd? Ja. Gaat het goed met hem? Nee, hij is weggelopen. Hij is heerlijk. U vindt het heerlijk? Het is heerlijk, ja. Ja. Fijn dat hij weg is. Ja, graag. Hoor je niet vaak, hè? Corrie Klomp, wat vond... U, of jij mag ik ook zeggen, ja, van Gerard. Nou, hij pestte me vroeger echt veel. Ik vond het vroeger, neem me niet kwalijk, echt een rot jongetje. Een rot jongen. Ja, ik heb hem gegezeld. En nadien liep hij met een grote boog om me heen. U hebt een pak slaag gegeven? Ja, echt gegezeld met een touw. Wat had u dan gedaan? Nou, mijn vriendin en nog een paar meisjes, ik weet niet precies wie waren. Wij waren aan touwtjes springen. En dan stak hij al door een stok tussen het touw. Dan zei ik, joh, hou nou op. Maar dat deed hij niet en dan deed hij het weer. Al de weer opnieuw. Ik zeg, je mag meespringen. Draai dan aan het touw. Maar daar begon hij helemaal niet op aan. Hij bleef maar aan de gang. Dus op een keer, ik rukte dat touw uit zijn handen en ik ben hem achterna gegaan. Ik heb hem op zijn duvel geslagen. Want een paar dagen daarvoor heeft hij me op mijn gezicht laten vallen, zodat mijn voorhoofd, mijn neus en mijn kin helemaal kapot waren. Gerard, Gerard. En dat was toen we uit de school kwamen. Ik liep met mijn vriendin Leni te praten. En ineens stak hij zijn voet, zijn been naar voren en ik smakte voorover op die mat. Dus mijn gezicht was, en die kokosmatten van vroeger, die waren zo keihard, dus daar smakte ik. En een eindje verder stond hij dan uit te lachen. En toen na de hand van met dat touw, dat was de druppel die de emmer deed overlopen. En toen heb ik op zijn bliksem geslagen. Weet je dat nog? Weet je dat nog, heer? Nee, ik heb er erg spijt van. Ja, ik weet het niet meer. Maar sindsdien heeft hij ons nooit meer geplaagd. Maar, het gekke is dat je dus dingen niet herinnert die blijkbaar niet wenselijk zijn om je te herinneren. Nee. Maar dat ik mij niet herinner dat ik zo geweldig gesart werd door de... Dat is weg, die herinnering is weg. Stop je wel? Wel omdat het een beetje een eigenaardige dreigende situatie was, dat het dus het leven erg dreigend was. Ik had een angst voor school, namelijk... Ik dacht dat ik dingen niet zou kunnen. Er kwam een nieuw onderwerp op school, er werd iets op het bord gezet. En ik dacht, dat zal ik wel niet kunnen begrijpen. Dat heeft mijn hele ontwikkeling enorm geremd. Dat kwam ergens vandaan natuurlijk. Maar alles wat nieuw was, alles wat kwam, alles wat gebeurde, bevatte even zoveel gevaren. Mm-hmm. En als ik gezart en erg gepest ben, wat ik me dus niet erg duidelijk, echt niet herinner, dan is het toch ook... De eenvoudigste weg dat je zelf probeert natuurlijk op iemand tekeer te gaan. Ja. En dan liefst iemand die zich iets minder effectief verdedigen kan. Ja. Dat is dan een meisje natuurlijk. Ja, meisjes, ja. Nou, dank u zeer. Reineke Scherf, hoe rood was dat betondorp? Nou, haar is net zo rood als mijn haar, zou ik denken. Ja, toen, in de tijd. Rooie riepen ze, hè? Ja, wat riepen ze nog meer? Nou, vuurtoren en de maan gaat op en zonnebril en al dat soort dingen meer. Ja. Hoe rood was het dorp? Ja, tamelijk rood, niet helemaal. Maar wel veel. Was u in de socialistische beweging, de communistische? Ja, ik was geen communist, ik was bij de AJC. We waren allemaal bij de AJC. Ja, heel veel AJC-klanten. Gerard, komt uit een communistisch gezin? Ja. Tot... Tekent je jeugd, hè, denk ik. Het curieuze is dat ik het beschreven heb in verschillende boeken. Ja. En dat ik het bijvoorbeeld beschreven heb in mijn roman Oud en Eenzaam. Wat ik een van mijn beste werken vind.
En dat mensen mij daarover staande hebben gehouden en zeggen, wat merkwaardig. U hebt mijn jeugd beschreven. En dat waren de mensen die uit een erg verstikkend protestants milieu waren gekomen, opgegroeid. Of uit een erg verstikkend Rooms milieu kwamen. Dus ik heb het wel op een universele manier kunnen uiteenzetten. Je hebt al een paar maal gezegd, beklemmend, dat betondorp, die jeugd en dat gezin, dat communistische. Paula Nering, heeft hij daar nou gelijk in, vindt u? Hebt u ook het gevoel, want het was een beklemmende omgeving? Nou, ja, ik helemaal niet dus. Ja, ik vond het een heerlijke, ja, voor mij onbezorgde tijd. Het was een soort idealistische opzet, hè? Van mensen die uit de arbeidersstand tevoorschijn waren gekomen en geleerd hadden. En nu wilden dat alle arbeiders in wat betere omstandigheden konden wonen en leven. En het waren veelal leraren en onderwijzers en bibliothecarissen en zo. Maar, en allemaal één ideaal. Je had ook echt die SDAP op 1 mei en er was een grote optocht. En dan liepen ze met fakkels en dan liep je achteraan. En nu is er een ratje toe van mensen. Het zijn heel verschillende mensen. Naast u zit Gerard Slaakweg. Ze noemde u Slakkie op school, hè? Nou, hebben ze genoemd, ja. Waarom noemden ze u Slakkie? Nou, ik denk dat het gewoon een Slaakweg een afkorting van is. Oh, ja. Zeg, u woont nog in Amsterdam? Ik woon nog in Amsterdam. Betondorp? Nee, niet in Betondorp, in de Slotermeer. Ja. Hebt u nog werk? Ik heb geen werk meer. Wat was u? Ik was scheepbouwer op scheepwerf. Oh, en dat is helemaal misgegaan, hè, die werf in Amsterdam? Die is door toedoen van een zeker persoon, Ardenne genaamd, is die gesloten. Ik hoorde donderdagsmiddags dat ik nog 2 snipperdagen kon krijgen. En toen werd er gezegd, nou, je hoeft niet meer terug te komen, je kan wel meteen wegblijven. En u had er hoe lang gewerkt? 36 jaar. Tjoh. En toen kon je plotseling daar vertrekken. Komt u nog in de stad, Amsterdam? Ja, ik kom vaak in de stad. Eén keer per week ben ik er zeer zeker. Ik heb een enorm oog voor de personen die er altijd rondlopen. De punkies en de straatmuzikanten die er zijn. De personen die daar ook met hun artikelen daar rondlopen. Zo speldjes en dingen. En de kleding die ze aan hebben, daar geniet ik van. Ja. Wandelt u dan de urenlang? Dan wandel ik door. Ik ga dan meestal met de trein ga ik naar het Centraal Station. Neem een kopje koffie onderweg. Dat is er ook bij natuurlijk. Hè. En dan gaat u de stad in lopen? En dan loop ik de Kalverstraat, Nieuwedijk en dan de Dam over. En dan zo daar het Remmelsplein of zo. Dat is mijn rondwandeling. Eet u onderweg? Snijdje brood neem ik mee. Dat krijg ik van thuis mee. Daar heeft mijn vrouw voor gezorgd. Dan weet ik het nog. U geniet er nog steeds van. Gerard, wat vind jij van Amsterdam nu? Onherkenbaar, maar ik ben erg lang weg geweest. Ik ben er geboren en ik heb er tot eind 60 jaren, toch 70, gewoond en dan kom ik nu terug. Het is onherkenbaar veranderd. Het is heel vreemd. Ik vind het heel angstaanjagend. Ik begrijp er niets meer van. Ik begrijp de mensen, de mentaliteit niet. Of het nou mij ligt, of het vroeger nou zoveel beter was. Het leven was interessanter. Ik weet niet hoe ik het nou beter kan uitleggen. Het leven was interessant. En er was een ander licht over de dingen. Dat zonlicht had een andere kleur toen. Dat was, ja, zachter, tederder. Er zat iets van oker doorheen. Het was minder letterlijk. Het was sprookjesachtig, het leven toen. Vergeleken bij nu. In 1947 verschijnt er een boek. De Avonden. Het is een klap in de Nederlandse literaire vijver. Iedereen praat erover. Gunstig, ongunstig, een boek van Gerard. Hij is dan heel jong, 3,24. Later, in de jaren 60, weten we allemaal, op weg naar het einde, nader tot u. Ook boeken die door tienduizenden mensen gelezen zijn. En Gerard, dan is er inmiddels televisie en daar heb jij iets mee in de zin van, je houdt er wel van de verrekijk. Het trekt me wel aan. Het streelt iemand zijn ijdelheid, natuurlijk. Maar ik vind het ook... Als een magisch gebeuren vind ik het erg interessant. Ik heb er altijd wel een bepaald zwak voor gehad, ja. Ja. Gerard deed mee aan het programma, zo is het toevallig ook nog eens een keer. Daar hebben we een fragmentje van. En dan zie je hem even als acteur. Even kijken. Op deze foto uit het Parool ziet u hoe prinses Beatrix verleden week in Amsterdam... haar auto, die toen nog heel was, parkeerde op een plek waar parkeren verboden is. Alle andere auto's die daar stonden kregen een bon op de vooruit geplakt. Alleen de haren niet. Hoe zou dat nu gekomen zijn?
U denkt misschien dat het zo gegaan is. Nou, die Volkswagen hebben we dan gehad. En nu krijgen we hier die, die Volvo. Dat is A. Hé, wacht even. Dat is een nummer van het Hof. Groene Volvo. Dat is Beatrix. Linkersoep. Dan krijgen we hier jullie eigenlijk zijn loopbaan als schrijver? Nou, ik heb een boek van hem gelezen, ja. Ja? Welk boek heb je van hem gelezen? De Avonden. Hoe vindt u dat? Ja, redelijk. Ik begin niet zo, maar aan het eind werd het iets beter. Niet bepaald het zonnetje in huis? Nee, dat indirect niet. Wie heeft boeken van hem gelezen? Jannie? Ik wilde een beetje indruk in zijn persoonlijkheid krijgen. Dus ik heb zijn brieven aan Simon Carmichael gelezen, want dat ging over hemzelf. Maar het lijkt me dat hij het nou niet direct zo makkelijk heeft gehad in het leven. Ja. Moet ik dan omlachen als u het leest? Soms ja. Bijvoorbeeld over mijn zelfmoord heb ik nog maar even uitgesteld. Want het kan altijd nog. En uitstel is geen afstel, maar het is wel hoe lang geleden? 15 jaar geleden of zo. Dus hij redt het toch wel aardig. Nou is de moeite niet meer waard. Nee, vind ik ook. Ik kan het net zo goed afwachten. Zou ik nou maar uitzitten? Ja. Ja. Gerard, waarom ben je eigenlijk katholiek geworden? En eigenlijk wil ik speciaal horen, waarom is Maria zo belangrijk? Daar heb je het zo vaak over. Ja, dat wil, kan ik van alles over vertellen. Maar dan moet je een soort weekendconferentie in een bosrijke streek Probeer het eens kort. Nou, kijk, je kan toch zeggen, katholiek worden, dat kan iedereen overkomen. Ja. En er zijn wel meer mensen die katholiek zijn. Ik vind het mooi, ik vind het op een bepaalde manier waar. Ik vind het inspirerend en mooi, troostrijk. En verder moet iedereen het zelf weten. En ik denk natuurlijk dat, zoals als je het dus helemaal cultuurhistorisch wil zien en psychologisch wil verklaren, dus niet de goddelijke genade of zoiets, maar een beetje nuchterder, dan zie je natuurlijk toch wel een patroon in mijn leven. Dan zie je dus dat, zoals iemand, laten we zeggen, die heel streng gereformeerd is, gemakkelijk in de communistische kerk van Marx en zijn edelgeboren zoon Lenin stapt, katholieken worden vaak vrijzinnig of atheïsten of zoiets. Je stapt altijd van het een in het verwante. Maar het is in zoverre verwant dat het natuurlijk wel een vooruitgang is. Want vergeleken bij die kerk van Marx is de kerk van onze lieve heiland en zijn moeder is eigenlijk een tempel van verdraagzaamheid. Mm. Maar ja, omdat dat allemaal. Je kunt het niet zeggen, het zijn dus motieven. Ik voelde me toe aangetrokken en ik dacht vooruit, weet je wel, laat ik het nou maar eens doen. Laat ik dan maar niet zo scheiterig zijn en mezelf zo belangrijk vind dat ik dat niet moet doen. Het is een paardenmiddel, maar het is toch wel, het is toch wel succes gehad. Ja, sommige katholieken raken in de war als ze je horen praten en als ze je lezen. Wil je dat gedicht Plei de Boodschap eens voorlezen? Heb ik dat hier? Ik heb het ook, hoor. Nou, Plei de Boodschap. Bladzij 80. Daar raken katholieken van in de war. Nou, kijk, de symbolen zijn zo sterk dat je er ook wel eens... Wat zei je? 80, dacht ik. Nee, 95. Ja? De Blijde Boodschap. Ja. De Blijde Boodschap. Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie en dacht... Zijne heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden? En ja hoor... Nauwelijks was hij begonnen of ik hoorde al... Decadentia, immorale, multifelti corti rocchi, influenza filmi cinema bestiale, contra sacrissima matrimoniacale, criminale atheistarum rerum novarum, et cum spiritu tuo, cortomo, niks aan de handen. Het was jammer dat het zo kort duurde. Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger. Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwig leven in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar hebben wij het aan verdiend? Ja. En dan zijn er katholieken die zeggen, meent hij dat nou of meent hij het niet? Ja, het is... Die kerk kan wel een stootje hebben. Je kunt, kijk, als de symbolen werkelijk heel oersterk zijn, dan verdragen ze ook wel degelijk spot. Mm. Waarom niet? Paula, wat vind je van de bekering van Gerard? Ja, daar moet hij zo voor zichzelf weten. Ik geloof er niet in. Nee.
Totaal niet, nee. Ook niet in Ik denk dat hij echt zijn hele leven een beetje toneel speelt. Hè? Ja, dat is het. Een moedercomplex. Een moedercomplex, denk ik, dat hij heeft. En die Maria Vereniging. Jawel, maar daar verklaar je de moedercomplex natuurlijk. Ja, dat wou ik ook nog zeggen. Kijk, ik stapte uit een kerk die zich de vroedvrouw van de geschiedenis noemt. In werkelijkheid zijn het hier ongediplomeerde slagers, de communisten. In een kerk die zich onze moeder noemt. En waar het hoofd van ook nog een moeder staat. Dus wat wil je nog meer? En dan een geweldige, wat de homoseksueel in het algemeen heeft, een heel sterke moederbinding. Meestal een positieve en een keer een negatieve. Dus ik had meteen weer een moeder terug. Ja. En God is natuurlijk prachtig en godsdienst is prachtig. Maar ja, een God zonder moeder, wat heb je daaraan? Dan kan je net zo goed geen God hebben. Mm. Dus. Die kerk is niet aardig voor homoseksuelen. Nou zeg ik het zacht. De kerk roeit geen homoseksuelen uit en legt ze geen haarbreedte in de weg. De socialisten zijn wel voor de homoseksualiteit, maar waar ze aan de macht komen, roeien ze ze uit, zetten ze in kampen. En dat doet de katholieke kerk niet. Nee, maar voortdurend strenge boodschappen en... Nou, dat moet je voor kennisgeving aannemen. Kijk, dat heb ik wel eens eerder uitgelegd. Heel precieze richtlijnen wat doelmatig is en wat het niet is. En verder gaat iedereen zijns weegs. Voor wie het weten wil. He, de kerk zegt, er is geen rituele plaats voor de Heerenliefde in onze rites, in ons kerkelijk recht, enzovoort, enzovoort. Ja. Maar verder moet iedereen natuurlijk zelf weten hoe die leeft. De kerk had toch niet gaan zeggen, u leeft met een andere vrouw waar u niet meer getrouwd bent, of u leeft met een vriend. Dan zouden ze toch, als ze de homo's willen bestraffen of eruit gooien, dan konden ze de tent toch meteen sluiten. Reineke, leest u zijn werk van Gerard? Ja. Soms wel. Ik heb ze lang niet allemaal gelezen. Wat vindt u er niet prettig in of niet mooi in? Ik vind, nou die homoseksualiteit vind ik als hij zo vreselijk gaat overdrijven, dan denk ik, nou hij krijgt het weer, daar slaan we dan even over. Ja. En Guusje? Helaas, ik moet biechten dat ik hier in 40 jaar een Nederlands boek heb gelezen. Nee. Maar Gerard door zijn homoseksualiteit is de enige jongen uit de hele klas die doet me... hele leven in mijn gedachten is gebleven. Omdat ik met een homoseksueel getrouwd ben geweest voor 28 jaar. En ik heb altijd zijn problemen geprobeerd te helpen. En ik heb vaak teruggedacht aan Gerard. Te denken hoe hij met zijn leven door zou gaan. Ik wist als een kind dat hij al homoseksueel was. Alles. Is Gerard daar ook omgedraaid geweest? Gerard is... Ben je daar ook omgedrouwd geweest? Nee. Nou, Gerard is kort aan de oorlog even getrouwd geweest. Ja, Gerard is getrouwd. Ik was onverstandig om in 1949 met een meisje te trouwen. Natuurlijk heeft 7 jaar geduurd. En dat is toen met onderling goed van ontbonden. Erg lieve meid. En we zijn heel erg diep bevriend gebleven. We bellen elkaar nog om de paar dagen, we schrijven elkaar nog brieven, we zien elkaar nog geregeld. Dat is een heel intieme vriendschap geworden. Maar ja, ik heb wel eens een schuldgevoel dat ik natuurlijk beslag op iemands leven heb gelegd, onrechtmatig. Wist ze dat je... Ach, ik wist het natuurlijk wel, maar ik wou het niet weten. Zo is dat nou eenmaal. Dus, ja, de dingen gaan zoals ze gaan. En we zaten nog een, Hannie en ik zaten nog zo tegenover elkaar te praten bij de haard en toen zeg ik ja, ik vind, ja, ik moet hem, ik zeg ja, ik vind dat ik je groot onrecht heb gedaan en dat ik dat ik je erg slecht behandeld heb. En toen zegt zij, ja, maar dat is toch niet zo, ik heb jou toch heel slecht behandeld. Ik heb toch tegen je gescholden en geschreeuwd, ik heb toch tegen je geschreeuwd, vuile, vieze flikker. Ik zeg, maar dat ben ik toch ook. Maar meteen begon ik te janken van ontroering. Dat zij zich dus verwijten maakt en dat het dus allemaal niet mijn schuld was. Ja. Leven is niet zo eenvoudig, meneer Postema. Nee. Zegt u dat wel? Gerard, terug naar dat jongetje op de lagere school. Wie was nou eigenlijk de eerste in die school die zei, wat kan die jongen mooi schrijven? Dat ik goed mooi schrijven ja. Opstellen? Dat weet ik niet meer. Ik heb hier moeder en zoon. Daar staat in dat je je meester herinnert. Ja, ja. Dat was, weet je zijn naam nog?
Nou, ik noem hem in het boek meester van Kuilenburg, maar ik heb nu gehoord dat hij Kuilenburg heet. Ja, het was een lieve, intelligente, gevoelige man. Met veel hart voor zijn werk. Ik herinner me hem als een forse, gezette man en een rossige baard. Hij was nog nodeloos streng, nog pietluttig. Van zijn verschijning en optreden ging er natuurlijk gezag uit dat de kinderen op hun gemak stelden. Dat soms zelfs mij een gewaarwording gaf van geborgenheid. Heel prachtig schrijf je over die meester. Je noemt hem van Kuilenburg. Verderop zeg je, en dan gaat het over het schrijven. Van Kuilenburg zei, kijk eens naar dat handschrift van die jongen, ben jij. Oh, dan gaat hij minder de hoofdonderwijs. Ja, ik bedoel, dat is niet het schrift van een kind. Het is het schrift van een volwassene. Al die tijd keek ik, Gerard, naar de grond. Het was tegen 4 uur en wanhopig hunkerde ik naar de bel die het einde van de schoolmiddag zou afkondigen. Kuilenburg zag dat je een schrijver zou worden. Kennelijk. Nou, hij vond het schrift zo merkwaardig dat het dus veel te volwassen trekken vertoonde. Het was een heel slecht onleesbaar schrift, hoor. En, nou ja... Maar het was een aardige man. Ik ervaar hem als iemand die iets bijzonders had. Iemand die meer was dan een willekeurige schoolmeester die voor zijn brood voor de klas stond. Ja. Hij wist veel, verdiepte zich veel in alles. En ik geloof dat hij, gezien de omstandigheden, die gigantische klasse en ja, ook de materiële nood, er zijn wel kinderen in die niet goed gevoed werden, die goed gekleed werden. Also, hij maakte er toch echt wat van te maken was. Vonden jullie van hem? Ja. Als je ja. Het dat we pas bij met de klas zaten, dat hij zei, joh, als jullie naar de wc moeten of je handen moet wassen of iets dergelijks, dan ga je maar, zonder het te vragen. Wat een vrijheid, hè? Maar ik neem aan dat er toch geen iets bijzonders voor maken, ja. Want anders krijg je... Iedereen is heel positief over hem. Er was ook een hoofd van de school, in het boek van Gerard. Moeder en zoon vindt Gerard het hoofd verschrikkelijk. Ja? Vreselijk. Wat was er zo vreselijk aan? Vreselijk. Ja, wat is er zo vreselijk aan? Hij had lievelingetjes. En nou ja, de rest, die viel ernaast. Hij had lievelingetjes. Ja, lievelingetjes. Hij was fascistisch. Ja, sadist. Ja. En hij meester Kuilenburg eruit gegooid heeft. Ja, ja. Zo. En Corrie Klomp, u herinnert zich dat hoofd? Ja, nou, heel goed. Ja. En ik weet nog, er zaten nog wat... wat joodjes en jodinnetjes bij ons in de klas. En dan moesten ze iets op het bord aanwijzen van een aardrijkskundige naam. En dan zei hij, hey Jood, kom jij eens voor de klas. Ja. Vond ik vreselijk als kind. En dan noemde hij ze nooit bij de naam. Afschuwelijk, bijna nooit bij de naam. Fascistisch is er al gezegd, hè? Wat zegt u? Fascistisch was hij zo. Ja, hele nare man. Gemene streken had hij. U wilde doorleren bijvoorbeeld na die lagere school naar ULO of naar HBS of zo gaan. Dat mocht niet van hem, is dat juist? Nee, alleen wiens vader een witte boertje droeg, zoals dat vroeger heette. Die kinderen mochten doorleren. Maar mijn vader was typograaf. En dat kon niet. En dan zei hij, je bent veel te stom om voor de duvel te dansen. Dat kreeg ik dikwijls naar mijn hoofd. En ook wel tegen de anderen heeft hij dat gezegd. Gerard schrijft over die meester Kuilenburg. Dus heel warm. Als een prettige man, terwijl hij een bang kind is in het boek, is hij heel blij dat die man er in ieder geval is. Die meester was toen 25 jaar. Gerard, in het boek blijf je hem eigenlijk min of meer zoeken. Heb je hem ooit echt teruggevonden? Nou, het zit zo. Ik had het boek geschreven en ik dacht... Dat boek is gelukt, dat is aardig. En ik zou het hem moeten toesturen. En toen ging ik rekenen. En in onze herinnering is hij veel ouder. Ja. Omdat wij waren 10 jaar. En hij was in zijn midden 20 jaar. Maar hij had een ouderlijk uiterlijk. Dat baardje, zover ik me herinner. Dat haardracht. Een flambaar, hoed. Een beetje anarchistisch, artistiek. Ja, dat is maar een vage herinnering, hoor. Ja. Dus ik dacht, die man moet toen zo en zo oud is geworden. Nou ja, dan is het zoeken is onzin. Toen hoorde ik later via iemand dat die had de zoon van Kuilenburg gesproken. Die zoon had gezegd dat hij zo ontroerd was door het portret dat ik van zijn vader gegeven had. Toen dacht ik, nou, dat vind ik erg prettig. Omdat het toch allemaal een beetje op de gok neergeschreven is. Het is een mengsel van verzinsel en werkelijkheid. Maar in het verzinsel is toch een onbewust meegedragen herinnering. Dus ik vond het fijn dat die zoon het terecht waarde. Maar dat verhaal vermeldde niet dat hij vader Kuilenburg nog leefde. Nee, maar hij leeft nog. Ja. En wij hebben hem gevonden en hij komt nu binnen. Hij is bijna 80 jaar. Meester Kuilenburg. Ja. Ja. Meneer Kuilenburg, hè? Gaat u zitten. Het is niet van Kuilenburg, zoals in het boek, maar dit is meneer Kuilenburg. Hè?
U bent eigenlijk iemand die Gerard heeft leren schrijven, zou ik kunnen zeggen. Zijn zinnetjes, die hij toen al produceerde, waren zo dat ik inderdaad ze wel eens als voorbeeld heb gegeven. Ja, wat was in zijn werk, vindt u, wat is in zijn werk het grote thema als u hem volgt? Meent u het werkelijk dat u dat van mij wil horen? Ja, dat wil ik best horen. Hij heeft eigenlijk moeite om niet altijd op hetzelfde thema terug te komen. Waar hij ook over schrijft, het komt uit op een schaamteloos uiten van de seks. Dat vindt u jammer? Dit vind ik buitengewoon jammer, want het is een groot talent. Een heel groot talent. De techniek van zijn schrijven is boven alle lof verheven. Zijn alinea's kunnen bladzijden lang zijn, maar hij komt er zonder enig bezwaar volledig uit. Ja. Het leest zo gemakkelijk. Hij heeft een woordenschat. In ieder geval, de techniek van het schrijven is boven alle lof verheven. Als u nou zou mogen zeggen, Gerard schrijft nog eens over dat. Wat zou u dan aan hem vragen? Als meester van hem. U trapt midden in de roos die ik in mijn knoopsgat draag. Ja. Ik had het plan om hem te vragen. Probeer van dat ene thema niet af te komen. Want het is een van de pilaren van ons leven. De seksualiteit, laten we die in godesnaam erkennen dat die ons draagt. Maar het is niet de liefde, de seks. De liefde is veel groter. Het is maar een onderdeel van ons leven. En zou die daar meer over moeten schrijven? En daarover, over het drama van het mens zijn. Met al zijn lief, wat je vaak ontkent. Met al zijn leed, waar je te veel de nadruk op legt. Daaroverheen de koepel van je groot schrijverschap brengen. Dan misschien kan ik het eens zijn met wat de uitgever veel te vroeg van je zegt, dat je onze grootste schrijver bent. Nou, grootste hoeft niet. Maar meester, het is toch zo dat ik vergeleken bij veel andere auteurs met groot respect, met een soort angstig ontzag, met de lichamelijke erotiek omga. Dat ik vooral de woorden vermijd. Die gynaecologische woorden en die schuttingwoorden en dat ik me bijna met bijbelse afstandelijkheid erover uitdruk. Maar ja, het is een kracht, het is een demonische kracht vaker, het is een tragische kracht. En hij speelt de mens parten. Maar je gebruikt hem als de liefde. Je hebt zelfs een boek ernaar genoemd. Ja, kijk, de liefde. Ja, je zit weer helemaal op school, hoor, Gerard. Nou, daar is meneer Kalenburg. Ik ben er nu bijna 18 jaar uit, hoor. Ja. Nee, maar daar is meester Kalenburg ook voor gekomen. Hij was mijn meester en hij is het nog. Maar ik zou willen zeggen dat het thema van mij is verlossing en is de erotiek in het algemeen, de sociale erotiek, de religieuze erotiek en de lichamelijke erotiek, waar ik een geweldig respect voor heb. Als je dat vergelijkt met mensen die die woorden als K, puntje, 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 N, puntje, 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 weet ik veel allemaal gebruiken. Die het over iets wat je doet, N, puntje, puntje, of N, puntje, puntje. Dat is walgelijk, dat is meer verachting voor de seksualiteit. Ik geloof niet dat er echt in mijn werk een verachting is te zien voor de religieuze, voor de lichamelijke erotiek. Integendeel, dat ik die als goddelijk zie. Een ander punt is natuurlijk dat liefde en seksualiteit niet hetzelfde zijn. Ze zijn niet met elkaar in strijd, maar ze dekken elkaar, om een beetje een raar woord te gebruiken, niet. In de zin, je kunt van iemand heel veel houden, meer dan van iemand anders, zonder enige lichamelijke begeerte.
En je kunt iemand dat lichamelijk... Dat bedoel ook, hè? Liefde kunt, is meer dan... En je kunt iemand lichamelijk begeren zonder ook maar een grijn van liefde of respect. En dat is verboden. Pardon? Dat is verboden, dat is scheddes. Dat is volslagen schennis. Ja, maar ik propageer dat toch niet, dat je... Nee, maar het komt wel voor. En dan komt het zelfs voor dat de nog helemaal zich ontplooiende mens, de mens die nog niet eens in zijn puberteit is, maar bijna erin stapt, dat die lichamelijk door je beoordeeld wordt op een manier die ik volkomen afwijs. Ja. Dus u wijst dingen in het werk af, elementen, maar u erkent dat het een groot schrijver is. Een groot schrijver. Toch wel leuk om hem in de klas gehad te hebben. Hij mag toch wel blijven hij zitten. Hij zit op de verkeerde plaats. Hè? Hij zat op de plaats van, hoe heet je? Van Meindert Hedema. Van Meindert Hedema. Daar zat hij. Ja. Bij het raam. En ik zie hem zitten. En ik vind het heerlijk dat ik hier bij jullie weer even mag zijn. Meester Kalenburg, zullen wij voorstellen dat u opnieuw benoemd wordt tot onderwijzer aan de Amsterdamse school? Hij is helemaal geen tarnet, blijf nog heel even zitten. Want er werden vroeger versjes voor u voorgedragen in de klas. En ik zou dat dan Gerard, hij is ook dichter, niet alleen proza schrijver, willen vragen, één versje voor te lezen. Wat voor een versje? Uit de gedichtenbundel. Is het al een welvoeglijk versje? Een welvoeglijk versje. Roeping vinden wij zo mooi. Ja, dus dat is geen slecht gedicht. Dat is mooi dit, hè? Volgens mij staat dat wel op 80. Oh. Dat is een gedicht Roeping. Dat heb ik opgedragen aan de orde van verpleegsters, de zusters van liefde in de grote stad Weert in Limburg. En dat luidt: zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen wast, in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is, het verkeer verspert, ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een God is. Dankjewel. Wat werd even aan u aangevallen. U maakte, dames en heren, kennis met Gerard Reve en zijn klasgenoten van de lagere school in Betondorp, Watergraafsmeer in Amsterdam. En ze hadden het over hun jeugd, 1934-1935. Goedenavond. MUZIEK